Er is deze jaarwisseling veel meer schade ontstaan dan in vorige edities van Oud en Nieuw in Tiel. Wat niet goed gegaan is, is dat we in Tiel-West en Tiel-Oost veel ongeregeldheden hadden. Veel vernielingen in beide wijken. We hebben in Tiel-West de ME moeten inzetten s'nachts. We hebben brandstichtingen gehad bij het Oude Quadrant. Maar ook bij een, ja, een basisschool die pas een paar jaar oud is, de achtbaan in Tiel-Oost. Uh, wat natuurlijk heel kwalijk is en waar we, nou ja, doordat de weer snel aanwezig was, uh, erg hebben kunnen voorkomen. Maar wel veel schade aan één lokaal. Voorheen was het in Tiel Oost en in Tiel West ook regelmatig raak met vreugdevuren en vernielingen. Maar juist de laatste jaren ging dat de goede kant op en gebeurden er geen noemenswaardige incidenten. We hebben daar de afgelopen jaren ook best veel uh, energie op gezet met een werkgroep, Oud en nieuw, die heel veel voorbereidt, waar de hulpdiensten in zitten, waar jongerenwerk bij betrokken is. We organiseerden natuurlijk ook heel veel activiteiten dan in de wijken. Ja, dat is natuurlijk iets wat met corona niet kon. Uh, feest bij Boerhout, uh, 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 activiteiten bij de Marokkaanse Vereniging. Uh, uh, nou ja, natuurlijk ook de kroegen waren natuurlijk allemaal dicht, horeca dicht. Uh, feest bij uh, uh, Kapel Aarzaat, wat al druk bezocht wordt uh, van Jong gelderen kon niet doorgaan. Ja, dat heeft misschien wel een uh, rol gespeeld. Maar we hadden vooraf geen signalen dat dit, uh, dit eigenlijk zo mis zou gaan. De gemeente laat het er niet bij zitten. Eén is natuurlijk proberen de, de daders van de vernielingen te achterhalen en te straffen. En dat geldt zeker voor de, de brandstichters van de school De Achtbaan. Daar zijn gelukkig ook filmbeelden van. Dus ik hoop dat we die, uh, die gasten te pakken krijgen. En daarnaast gaan we in beide wijken gewoon echt in gesprek. Ook met de wijkregisseurs, samen met de wijkregisseurs. Jongerenwerk, ja, wat er nu speelt, komt het inderdaad nu door corona, omdat er natuurlijk nou, voor jongeren heel weinig te doen is. Uh, nou ja, dan zou het iets eenmaligs kunnen zijn. Uh, of zit er toch meer achter? Daar, uh, ja, daar proberen we natuurlijk wel de vinger achter te krijgen en te kijken wat kunnen we nog een extra voorbereiding uh, doen voor het komende jaar. Benakker is met name verbolgen over het bestoken van politie en brandweer met zwaar vuurwerk. Ja, wat ik triest vind is dat een kleine groep onruststokers en al draaien. is het eigenlijk verpest voor de rest van de stad. Uh, wat ik zei, in de meeste wijken was het gelukkig uh, relatief rustig. Heel veel mensen hebben zich netjes aan uh, de coronaregels dit jaar uh, gehouden en hebben oud en nieuw een eigen kring gevierd. En dat uh, verdient zeker complimenten. Ja, dan is het jammer dat zo'n groep het, uh, het uh, verpest. En uh, nou, die moeten we gewoon hard aanpakken. De daders die we kunnen achterhalen, zullen we dat uh, zeker bij doen. Uh, en we moeten het gewoon niet normaal gaan vinden. Dit, uh, dit kan echt niet. Het kan echt niet dat hulpdiensten zo benaderd worden, dat er zoveel vernieuwd wordt, dat, uh, ja, dat moeten we echt niet normaal gaan vinden.